In verband met Werelddiabetesdag vandaag heeft Lions Club Felice een voetverzorgingslezing gehouden in het bejaardentehuis Kibrimi aan de Kwattenweg. Daarnaast hebben de seniorenburgers van het tehuis een pedicureverzorging gekregen. Diabetes of suikerziekte maakt wereldwijd duizenden slachtoffers en verschillende internationale organisaties vechten dagelijks tegen deze ziekte. Joyce Uden van Lions Club Paramaribo Felice vertelt meer over het project dat vandaag is uitgevoerd. Dit project is geïnitieerd vandaag, omdat vandaag ons Diabetesdag is. Is wereldwijd geproclameerd als de dag waarop wij aan onze patiënten die lijden aan suikerziekte extra aandacht besteden. Wij hebben hiervoor gekozen. Stichting Kibrimi en ook enkele gasten uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Wij willen hiermee ook een sein geven aan de gemeenschap om extra te letten op de diabetes in ons land en in elk geval ook aan onszelf denken en daarbij ook onze kennis verrijken op dit gebied. Wij hebben vandaag ook nog een inleiding dat verzorgd wordt door mevrouw Jagroep. En onze pedicure assistente is mevrouw Doekie, die dan de behandelingen zal doen vandaag in dit tehuis. Joyce Uden van Lions Club Felice vandaag over het project dat is uitgevoerd in verband met Werelddiabetesdag.